Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgesteld op 24 september in de middag. Langzaam maar zeker gaat het weerbeeld veranderen en dat hebben we te danken aan een krachtig hoge drukgebied dat de komende dagen gaat opbouwen. Dat hoge drukgebied dat vinden we in het weekend terug boven het zuidelijk deel van de Noordzee en gaat voor rustig weer zorgen. Ook volgende week is dat hoge drukgebied nog steeds bepalend. Het trekt wat verder naar het noordoosten en zorgt dan voor een oost tot noordoostelijke stroming waarin steeds drogere lucht wordt aangevoerd. Maar eerst moeten we nog wel eventjes afrekenen met wat regen. Vandaag overdag viel er van tijd tot tijd regen en ook vanavond kan er nog wat regen vallen. Maar de neerslag die trekt wel naar het oosten weg. Later vanavond gaat het van het westen uit opklaren. De temperatuur ligt dan rond de 14 graden en er zat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten of westen. Vannacht komen er brede opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of acht. Met name in het binnenland kan er dan mist ontstaan. En die mist die kan best wel even hardnekkig zijn morgenochtend. Met andere woorden, hier en daar begint het grijs, maar in de loop van de dag breekt overal de zon door en krijgen we te maken met flinke zonnige perioden. Ook gaan er wat stapelwolken ontstaan en mogelijk dat er in het noorden nog een licht buitje valt morgen. De temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 17 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Ja, en dat hoge drukgebied dat gaan we dan goed merken in het weekeinde. Het is rustig en droog weer en er zijn flinke zonnige perioden. Op zaterdag zijn er nog wel wat wolkenveldjes, vooral in de ochtend. Dan kan het lokaal ook nog wel mistig zijn, maar de mistkansen nemen later in het weekend af. Temperatuur ligt zaterdag en zondag zo rond de 17 graden. Hoogste temperaturen worden in het zuidoosten verwacht, daar kan het een graad of 18 worden. Maandag ook veel zon en droog weer, maar dat geldt ook voor de dagen erna. Het hoge drukgebied blijft in de buurt en zijn stempeldrukken op het weer. Dat betekent dat we de hele week temperaturen zien zo rond de 17 graden, met daarbij droog en zonnig weer. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza.